Welkom stekkerbroeders bij weer een nieuwe video. Vandaag hebben we de vraag van Scarle NL, die kennelijk al eens een keer eerder een vraag aan mij had gesteld. Waarom werd hij niet sterker? En dan had mijn antwoord volgens hem hoogstwaarschijnlijk geweest: je moet meer eten. Nu vraagt Scarle NL: ik eet naar mijn idee echt heel veel. Kun je me meteen tips geven over hoe je moet eten? Ik zelf eet de hele dag door alles wat op mijn pad komt. En ik zit telkens weer vol, maar ik word niet dikker / gespierder. Scarle NL. Als ik naar twee klanten van mij kijk. Alle twee de jongens zijn tussen de 20 à 25 jaar oud. Ze zijn alle twee ongeveer 1,80 meter. De ene persoon woog 135 kilo. En de andere persoon die woog 80 kilo. Hoe kan het dat deze twee personen zo verschillend zijn? En wat het met jou over het verhaal en wat het met voeding te maken heeft, kom ik zo op terug. Waarom hebben deze eigenlijk identieke personen zoveel groot verschil in het gewicht? 55 kilo verschil. Als ik mijn klanten laat ik alles bijhouden in de MyFitness Pal app. En zodat ik kan kijken wat ze eten en hoe ze eten en noem maar op. Ze wonen alle twee ook nog thuis. Als ik bij persoon A kijk, dan zie ik dat ongezond avondeten is een vast ritueel eigenlijk. Waarschijnlijk ook onbewust van de ouders. Veel vet is dus veel koolhydraten, veel calorieën. Als ik al die voeding zie, dan denk ik, oké, dit is niet een perfecte voeding voor iemand die wilt afvallen. Maar nog steeds lukt het. En als ik kijk naar een andere persoon, gewoon standaard aardappels met boontjes, rijst met kip en noem maar op, gezondere keuzes. Als ik dan weer kijk naar de iets dikkere persoon en praat en vraag hoe zit zijn leven in elkaar en waardoor is deze persoon wat dikker dan de gemiddelde Nederlander, dan zie ik en dan hoor ik witte broodjes als ontbijt, witte puntbroodjes. Hij gaat naar zijn werk of naar zijn school toe, hij kijkt wat er in de kast aanwezig is. Er is geen normaal brood aanwezig heel vaak, puntbolletjes, puntbroodjes, oftewel broodjes die al wat groter zijn, zijn dus is dus alweer wat meer calorieën, wit brood, schiet je suiker van natuurlijk omhoog. En dat is al een slechte basis, slechte start van de dag. Dan zien we dat avondeten is ook al heel slecht. En als kleinere jongen, toen hij nog niet zo erg op zijn voeding bewust aan het letten was, snoep pakken, maakt niet uit, kon je gewoon pakken, bord, leeg eten 's avonds, was ook verplicht. Na het eten altijd een toetje, iets van vla, terwijl je in principe na het avondeten niet meer geen hongergevoel meer hebt, lijkt mij. En dan vergelijk ik dat met mijn andere klant. Moet, tussen haakjes, moet veel sporten, sport zelf ook veel. Dat verbrandt natuurlijk aanzienlijke calorieën. Boterhammen zijn gesmeerd. Als hij naar school ging, was alles gewoon kant en klaar. Avondeten is altijd gezond. Als je snoep wilde pakken, moest je het vragen, anders kreeg je het gewoon niet. Als je een zak chips uit de kast pakte, klein schaaltje pakken, et cetera, noem maar op. Het zijn dus eigenlijk twee exact dezelfde personen, alleen de ene is heel veel dikker. Maar dat wil niet zeggen dat die persoon een vreedzak is, om dat eigenlijk een beetje onbeleefd te zeggen. Die persoon die kan daar helemaal niks aan doen, want het is puur instinct om veel te eten. Om te zorgen dat je genoeg calorieën binnenkrijgt. Alleen, het is dus gewoon een kwestie van leefgewoontes en hoe ben je opgevoed. Wat mij heel erg hielp met meer eten. Ik eet nu ongeveer 4200 calorieën per dag. Is voor mij ook niet altijd even makkelijk. Zoals jullie zien ben ik relatief dun. Wat mij heel veel hielp, was simpelweg het wegen, meten, tellen van calorieën. Voor mij werkt dat als ik ergens een strak plan, een strak schema, iets waar je discipline voor nodig hebt, iets waar ik me aan kan houden. Zodat ik precies weet hoeveel calorieën ik binnenkrijg, dan weet ik waar ik mee bezig ben. En als ik dit ongeveer ga lopen gokken, dan gaat het niet werken. Dus ik was de hele dag aan het eten. En stel je voor, ik eindig de dag op 3500 calorieën. Dan zie ik dat in mijn app en denk ik, oké, gaat niet werken. Dus ik neem nog een handje nootjes of wat kwark met wat extra havermout of noem maar op. In ieder geval, als ik iets weeg en meet en tel, dat werkt voor mij genoeg, zodat ik genoeg calorieën binnen kan krijgen. Een tweede ding voor mij is vloeibaar eten. Vloeibaar eten, vloeibaar drinken. Vooral gewoon lekker snel, lekker melk, volle melk. Wat niet het gezondste product is, maar op een gegeven moment als je 4000 calorieën plus moet gaan eten, dan zijn er geen gezonde producten meer over.
Dit is ook typisch iets wat ik bedoel met total strength, lichaam en geest. Je kan nog steeds het beste trainingsschema hebben. Je kan nog steeds de allerbeste trainer hebben. Je kan nog steeds alle fitnessmaterialen hebben tot je beschikking. De beste sportschool hebben. Alleen als je hoofd niet meewerkt met je lichaam, als je mindset niet goed is en je eet niet genoeg, dan bereik je in principe nog steeds eigenlijk helemaal niks. En dat bedoel ik nou met total strength. Een tweede punt wat ik wil vertellen is dat dikkere mensen vaak een emotionele band hebben met voeding. Als je depressief bent of een beetje chagrijnig of net een beetje boos bent geweest, dan iedereen herkent dat gevoel wel. Je loopt naar die kast toe, je ziet wat lekkere producten, 9 van de 10 keer zoetigheid, iets waarvan je suikerlevel, je suikerbloedgehalte snel omhoog schiet, zodat je daarna weer kalmeert. Je gaat naar die kast toe, je eet iets en in principe is het ontspannend. Ook als je tv kijkt of als je ruzie hebt met iemand, je eet, het ontspant. Vaak zie je dat wat dunnere mensen heel deze emotionele band met voeding niet hebben. Die gaan wat anders doen. Als ik vroeger naar mezelf keek, ik had ook veel, maar mijn tweede ontspanning was als ik bijvoorbeeld lekker liep te gamen en ik won een spelletje niet, werd ik boos, wat ik vroeger regelmatig deed, sloeg ik een paar keer op een kussen. Ik kan dat ook natuurlijk vervangen met eten. En dat zie je vaak iets wat dikkere mensen wel hebben. Dus moraal van deze video is dat je niet zozeer moet leren van oké, ik moet kwark gaan eten. Of oké, ik moet iets wat vollere melk nemen in plaats van magere. Je weet best wat je moet eten. Je weet, overal op internet staat wat je moet eten. Er zijn mensen zoals ik op YouTube die vertellen wat je moet eten. En het gaat erom dat je een emotionele band krijgt met het eten. Alleen dan in de goede zin. Als ik een emotionele band met voeding wil creëren, dan wat voor mij erg hielp, omdat met het aantal calorieën wat ik moet eten, persoonlijk, viel het ook niet mee. En ik had daar wat problemen mee. Dan begon ik met voedingsproducten te eten. Einde van de dag kwam ik tekort. En dan dacht ik, ah ja, kom wel weer goed. Of ah ja, ik eet morgen wel wat mee. Of noem maar op. Dat werkt niet. Als ik een emotionele band met voeding wil creëren, dan ga ik nadenken en dan eet ik. En op het moment dat ik eigenlijk vol zit en eigenlijk niet meer kan en niet meer wil en gewoon geen zin meer heb om te eten, dan denk ik, oké Raymond, ik heb deze week 3 keer getraind. Ik ben 3 keer een uur naar de sportschool geweest. Ik heb informatie opgezocht over voeding. Ik heb, noem maar wat geks, nieuwe oefeningen verzonnen, nieuwe oefeningen geleerd. Andere mensen geholpen met trainen, noem maar op. Alles is voor niks geweest als ik niet genoeg eet. Als je niet genoeg eet, gebeurt er simpelweg niets. En als ik niet genoeg eet, gaat de volgende training weer slecht. En dan weet de trainer ook slechter. Dus wat mijn manier is om een emotionele band met voeding te creëren is, oké, als ik dit ga eten, dan zal mijn volgende training beter gaan. Als ik dit nu eet, dan weet ik dat ik zwaarder word. Weet ik dat ik meer motivatie heb. Als ik dit nu weet, dan kan ik eindelijk eens naar die 170, 180 kilo squat over die 200 heen. En dat, op die manier creëer je een emotionele band met eten. Dus hang een poster op in je kamer. Ik ga er misschien vanuit dat je iets van een bodybuilder of iets dergelijks bent. Omdat 9 van de 10 mensen op dit kanaal dat zijn. Of dat willen zijn. Of wat meer spiermassa op willen bouwen. Hang desnoods een poster van Arnold aan je muur. Ga trainen en denk, oké, als ik deze voeding vandaag, als ik deze voeding niet opeet vandaag, als ik niet aan die 3.000-4.000 calorieën kom, kan ik er nooit zoals hem uitzien. Total strength, ignite your fire and grow stronger.